en het komt oorspronkelijk uit China. Oh ja, alles kan weer waar zijn en ook niet waar zijn. Niet waar, nou, wel waar. Ik denk... Ik ben pas begonnen. Ja, deze durf ik nooit te pakken. Wasabi. Ja. Nou, leuk bruggetje, want de volgende gaat over sushi. Waar of niet waar? Ik weet niks van sushi, ik haak nu al af. Nou, wat weet je van sushi? Japan, stokjes, niet met sojasaus eten. Waar of niet waar? Sushi komt oorspronkelijk uit China en niet uit Japan. En is bedoeld om de vis te conserveren. De vis werd goed gehouden in het rijst. Oeh, dat is volgens mij waar. En zo is sushi ontstaan. Om vis goed te houden in de rijst. Oh ja, alles kan nu waar zijn en ook niet waar zijn. Niet waar, nou, wel waar. Ik denk, ik vind dat conserveren wel logisch. Want ik weet het van het worstenbroodje dat het zo is. De worst werd goed bewaard door in het brood te kneden. Maar is dat bij sushi ook zo? Je hebt eigenlijk twee dingen. Nee. Eén verhaal. Waar of niet waar? Sushi komt oorspronkelijk uit China. Niet waar. Uit Japan. Niet waar. Uit China. Oké, volgende. En het conserveringsgebeuren? Het conserveringsgebeuren is waar. China hield de vis goed in de rijst. Die methode hebben ze verspreid over heel Azië. En toen is Japan begonnen om het op die manier te gaan eten. Dat zijn wel van die leuke dingetjes die je dan zo op een feestje kunt vertellen. Nou, wist jij of, dat? Of tijdens een sushi date. Donderdagavonden zijn sushi avonden. Nou, dan neem je je date mee. Je maakt meteen indruk op een eerste date. Waar komt sushi vandaan? Ja, Japan, zegt die ander dan. Is het? Nee, uit China. Ik vind het toch wel voor te zeggen dat het uit Japan komt. Want Japan heeft het wel ontdekt dat het die zit voor het eerst gaan eten. Ik dacht al dat je het zo ging draaien, ja, zo precies. Vet draaien, weet je wel.